Het is half april en we zijn hier bij plantenkwekerij Gitsels in Wervershoog. Waar we een kijkje gaan nemen bij de opkweek van onze nieuwe veelzijdige rode kool, Davaro. De trays worden kort na zaaien 48 uur weggezet in de kiemkamer. Dit bij een klimaat van 100% luchtvochtigheid en een temperatuur van 19 graden Celsius. Dit bevordert een vlotte en egale opkomst. Deze planten van de Davaro zullen op korte termijn worden afgeleverd bij de teler. Ze zijn 16 februari gezaaid en zoals jullie kunnen zien zijn het prachtige mooie planten geworden. Ze hebben een mooie lengte en ook een prachtige worteling. Deze planten zijn klaar om geplant te worden. U kunt dit ras namelijk inzetten voor de vroege teelt, maar als u het ras wat later zou planten, kunt u het ook kort bewaren. Op dit perceel zijn 50.000 planten per hectare uitgeplant. Uw plantdichtheid hangt af van de grondsoort, uw afnemer en de teelperiode. Uw BO-vertegenwoordiger kan u hier prima in adviseren. Deze Davaro is klaar om geoogst te worden. Laten we een kijkje gaan nemen. Deze teler heeft gekozen voor Davaro vanwege zijn uniforme kolen met een goede inwendige kwaliteit. Zowel onder natte als droge omstandigheden laat Davaro een goede houdbaarheid op het veld zien. Met jong en gezond gesneden kan Davaro bewaard worden tot 1 mei. Hier draait het om. Een gezond product voor teler, handel en consument.